Kasteel de Kevelberg in Kessel veranderde zaterdagavond in een club. Want in het kasteel vond de eerste editie van Ballista plaats. Een vriendengroep organiseerde het evenement. We hebben een event georganiseerd genaamd Ballista. En we hadden eerst een carnavalswagen met deze groep. En we wilden nu wat anders doen. We dachten, kasteel, daar is nooit iets. Dus vandaar het idee van, we gaan een evenement organiseren. En vervolgens zijn we gaan plannen met vrienden van, wat hebben we nodig? Muziek, drank en dan stapje voor stapje, maar gewoon geleidelijk. Lichten, een shotjesbar en vooral veel muziek uit de speakers. Dat was het concept en ook over de naam is nagedacht. Ja, Ballista, de naam is meer gekomen van, het is een middeleeuws oorlogswapen, maar dat heeft er verder niks mee te maken. Maar het is een kasteel, dus zo zijn we een beetje op die naam gekomen. En verder hebben we gewoon het personeel van het kasteel samen met ons vijf organisatoren dan. En hebben we er gewoon wat vets van gemaakt. En wat voor muziek draaien jullie zoal? We beginnen een beetje rustig aan om iedereen op te warmen, zeg maar, in de zaal. Een beetje house, een beetje dance. En later op de avond zal het een beetje harder gaan naar hardstyle. En om een knallend eind van te maken. Ja, en nu de hamvraag. Gaan er nog meerdere edities komen? En als het aan ons ligt wel, dus als het vanavond echt succesvol wordt, waar we helemaal van overtuigd zijn, dan komt er zeker een tweede en derde editie. Op 28 november 2020 is de volgende editie van Ballista.